Nou, letterlijk zei de brandweer, als we 5 minuten later waren geweest, dan had je er een strik om kunnen doen, dan was het weg geweest. Dus de brand kan, een brand gaat zo snel als het eenmaal gaat. Het zat in een soort van aanbouw. Als die helemaal omhoog was gegaan door de vlammen, dan hadden ze het niet kunnen redden. Dus dan was het weg geweest. Bij de buren hebben ze geprobeerd onkruid weg te branden. Nou, dat onkruid wegbranden, dat is gelukt. Alleen er ging ook nog iets anders mee. En dat was een haag, zoals, een beetje vergelijkbaar met zoals dit. Venlonaar Jan Luitjes was een jaar geleden niet thuis toen zijn dochter zag dat de coniferenhaag in brand stond. De schade was groot, al kon de brandweer maar net voorkomen dat het hele huis in vlammen opging. Laat ik het zo zeggen, voor jou even onkruid wegbranden is misschien 5 minuten voordeel, maar iemand anders zit meer dan een jaar in de ellende. Alleen iemand anders die even niet nadenkt, want dit gaat gewoon om niet nadenken. En dan kan het heel snel misgaan. Zeker nu met het mooie weer, de consument snel en effectief onkruid wil verbranden, zijn er dus risico's. Worden ze veel verkocht? Ja, redelijk. Maar het ligt er een beetje aan. Want heel veel mensen willen ook wel liever het op een natuurlijke manier doen. Daar is de onkruidbrander natuurlijk wel fijn voor. Maar er zijn ook andere alternatieven nog. Maar als je die gasbrander op een verstandige wijze gebruikt, dan is er eigenlijk niets aan de hand. Dat zegt zelfs de man die er slachtoffer van was. In dit geval is het zo, 4 uur 's middags, dat kun je zien op beelden, is daar onkruid gebrand. En dat is gaan smeulen. Er stond wind op en 7 uur 's avonds stond de heg in de brand. Ja, als je de gasbrander op de goede manier gebruikt, zoals hier achter ons, dan is er verder geen gevaar. Maar de brandweer ziet toch dat er vaak branden of bijna branden ontstaan door verkeerd gebruikt. En daarom komt de brandweer met de volgende adviezen. Als je thuis de tuinslang gereed hebt en die tuinslang is voldoende lang om daar mee te lopen, daar waar die brander ook kan komen, dan heb je een onafhankelijk blusmiddel en dan kun je een klein beginnend brandje zou je nog kunnen bestrijden. Ja, dat klopt. Nou, ik zou ze in ieder geval niet te lang branden. En niet de brandkop er helemaal op zetten. Want als u te lang brandt, wordt de plant direct helemaal zwart. Maar dat is niet nodig, want de cellen gaan nu kapot, waardoor de plant eigenlijk langzaam gaat uitdrogen. Blijf in ieder geval ver genoeg van een heg af. En doe dat gewoon in de buurt daar niet. Maar dat zou je dus hier al niet kunnen doen? Ik zou dat op deze plek zeker niet doen. En tot slot een andere tip van Jan. Zorg dat als er wat gebeurt, dat je goed bent verzekerd.